En ja, onderweg uh, autopeg. Dus we zetten hem netjes langs de zijkant we bellen aan. We, bij, we wachten buiten, want het was koud. Het was januari, het was min 3 geloof ik. Maar we hadden geen jas, omdat we dachten we gaan even snel auto halen. Terug, klaar. Dus na 20 minuten wachten zijn we eigenlijk bij de auto gestaan, omdat het zo koud was. Mijn had het koud. Dus uh, toen ging ze in de auto zitten. En ik ben daarna naast gaan staan. Toen waren we eigenlijk aan het praten over hoe wij altijd dit soort pech hebben als we een nieuwe auto gaan halen dat deze dan kapot gaat. Mm. En uit het niks worden wij geraakt door een vrachtwagen. Ja. En ja, bij uh, komen zeggen. Maar, zie ik mijn zusje daar liggen. En, ja, die was op dat moment al overleden. Naar nou, de horen wij na nou de ja, ambulance, trauma helikopters die alles regelen. Ja. Dus het was een grote uh, chaos.